Je kijkt hier naar, naar elke boom, elke tras. Is overigens al verkocht. Dan hebben we hier de Elvis. En ook hier zijn er al meerdere van verkocht. Hier staat er eentje, is de Gentleman's Club. Die moet nog afgegoten worden met epoxy. Daar wordt nog wat 3D-effect wordt er nog aan toegevoegd. Ook hier zijn al enkele van in bestelling gezet. Santino is glazenwasser, maar sinds 2 jaar ook kunstenaar. En hij gaat als een speer. Zijn kunstwerken hangen bij vele BN'ers aan de muur. Even een stukje name-dropping. Joe Beukers, Brees. Santino, kijk eens wat een baas, man. Onder andere bij Andy en Melissa. Dit is het filmpje dat Andy mij had gestuurd toen het schilderij boven mijn bed was opgehangen. Bij Nieke Holsk ben ik over de vloer geweest. Volkszangers. Oh, kerstcadeautjes binnen. Hé, ja toch? Zijn wel mooi, hoor. Frank van Etten, Jamal van Engelen, Marloes Oosting, Henk Dame, Wesley Klein. Kickboxer Murto Groenhart. En ik ben er ongetwijfeld nog een paar vergeten zo snel. Van binnen ben ik eigenlijk nog een glazenwasser, maar op het moment ben ik kunstenaar. En hij werkt gewoon vanuit huis. Dus dit doe ik dan eigenlijk met elke foto, doe ik dit gewoon uitdotten. Nou, dan zet ik hem aan de andere kant. En dan doe ik hem eigenlijk een beetje erin vagen. Dit is natuurlijk niet het hogere wiskunde, dat bedoel ik. Het moeilijkste in dit geval is eigenlijk meer de beeldvorming. Ik heb altijd een bepaald beeld voor ogen die ik verwerkt wil hebben. En daar ben ik langzaam mee bezig om dat uiteindelijk ook echt passend te krijgen. Santino heeft in de afgelopen 2 jaar al ruim 400 werken verkocht. Je kijkt hier naar, elke boom, elke tras is overigens al verkocht. Dan hebben we hier de Elvis en ook hier zijn er al meerdere van verkocht. Hier staat er eentje, is de Gentleman's Club. Die moet nog afgegoten worden met epoxy. Daar wordt nog wat 3D-effect wordt er nog aan toegevoegd. Ook hier zijn al enkele van in bestelling gezet. Ik heb een periode heb ik ook met een burn-out heb ik thuis gezeten. Wat er ook voor heeft gezorgd dat ik ook andere ondernemingen wilde gaan opstarten. Mijn vader zit zelf in de greenscreen fotografie, dat doet hij op evenementen. En toen zei mijn vader van, is het misschien in die keer tijd dat je zelf wat dingetje gaat ontwerpen. Dingen wat je leuk vindt om te doen. Ja, dit is het portret van Andy en Melissa. Ja, een foto van de kinderen links en rechts. Van een zoontje heb ik in de zegel verwerkt. Ja, en dan heb ik nog een losse foto van Andy en Melissa heb ik zelf nog eraan toegevoegd. En uiteindelijk in de dollar, want ja, het is toch het grootste rijkdom wat ze hebben. Santino zal waarschijnlijk binnenkort op de Million Fair staan. Dus voorlopig staat hij niet meer op de ladder de ramen te zeemen. Alhoewel, glazenwasser, hoe hou je jouw kunstwerken het beste schoon? Ik denk met deze gewoon een vochtige doek. Meer niet.